Rijstboer Poeren Kumar Lowtan uit Nikeri. Die heeft er vandaag in een vraaggesprek met TBN PRIMEALERT dan ook wat situaties of wat zaken aangehaald voor wat betreft de rijstsector. Volgens de heer Lowtan is de minister wel goed bezig, de minister van LVV, voor wat betreft de rijstsector. Maar toch zijn er een aantal zaken volgens de heer Lowtan die toch beter aangepakt zou kunnen worden door de minister. Eén zaak bijvoorbeeld is dat van Nofa. Ja, de gelden, de fondsen van Nofa. Nou, de rijstboeren, er zijn zware eisen die aan hun gesteld worden. En de heer Lowtan die geeft er aan, terwijl Nofa allemaal heel goed bedoeld is, hij toch vreest dat dit niet tot zijn volle wasdom zal komen. Dat men niet hieruit munt zal kunnen slaan voor wat de fondsen betreft van Nofa. Hij is er daarop ingegaan en op enkele andere zaken voor wat betreft de rijstsector in Nikeri. Vaak wordt in de media over de rijstsector gesproken. Mensen gaan naar Nikeri, instanties gaan naar Nikeri en ze komen terug en we krijgen geen antwoord voor hun. Dus wat ik nu laatst vernomen heb in van die dagen, dat de minister coöperaties wil oprichten over die Nova-fonds en ik weet niet wat over meer, dus ik heb me niet in daarin bezig gehouden. Maar omtrent die coöperatie waarmee de minister nu bezig is in te richten samen met de waterschappen, denk ik dat het niet een goede doel is. Want de coöperatie moet afhankelijk zijn van die waterschappen. Dus de boeren moeten zelf beslissen wat hun voordelen zijn en wat hun nadelen zijn. En wat ze kunnen doen in een coöperatie om het rijstsector op een grote hoogte te tillen. Dus het probleem van de minister is, hij wil alles doen. En dat, zo gaat het niet. Zo ga je die sector niet naar boven tillen. We moeten apart kunnen dealen, zodat we een goede communicatie is een belangrijke rol. Minister komt vrijdag, hij komt vrijdag op staatskosten denk ik, ik weet niet wat. Hij vergadert met een paar mensen die geen idee hebben, die geen kennis hebben over de sector. En dan mag ik wel mijn takken, dan mag ik wel. Maar juist die mensen die kennis hebben, daaraan moet je komen, daar, die mensen moet je betrekken. Toch? Maar hij komt, hij gaat vergaderen hier en daar, ik weet niet. Staatskosten, alles is staatsmiddelen. Tot nu toe is hij nog met geen enkele oplossing gekomen. Kijk, ik heb voorstellen gedaan aan de minister over die Nova-fonds, over die kunstmis. Altijd moet de minister weten dat hij kent me heel goed. Maar hij komt met die koffer, hij gaat met die koffer, is die koffer vol, als hij naar Panama is het leeg. Dus hoor je niks meer van hun. Dan hoe ga je de sector in de grote hoogte optillen, meneer Ganesh? Kan toch niet? Je moet met toch die kennis, met die dingen dat je gekregen, de informaties, moet je toch kunnen koppelen en zien, hey, Lowtan heeft gelijk, of Ganesh heeft gelijk, of die man heeft gelijk, of niet. Laten we met deze mensen in zee gaan. Maar dat gebeurt er niet. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik zit achter die Nova-fonds om het te verzachten voor de boeren, meneer Ganesh. A eisen zat hem aan stel, in een mango, in een hibi. Terwijl dat fonds is om de sector op te knikken. Maar als je met eisen komt, dan hoe ga je opknikken? Kan toch niet? Daarom heb ik altijd gezegd, we moeten een agriculture bank hebben. Net als ik, de matak daar met dat bak op Guyana. Nee, maar zo is het in het buitenland ook. We moeten apart een agriculture bank hebben, die ervoor zorgen dat die boeren aan goedkoop kapitaal kan komen voor een betere rente en op een makkelijke manier. Maar daaraan werken ze niet. Dus ieder boer had hoop op die Nova fonds. Hij dacht maar voor ons kon, dus we gaan onze variëteit, onze product beter onderhouden. Maar even zien, de eis is allemaal eis, joh. En u weet, meneer Ganesh, en op zijn sleding, alle boeren in Nikeri zitten in schuld. Al die bezittingen is in bank onder pand. Hoe gaan die mensen nu beginnen hun producten te onderhouden? En die minister weet bijzonder goed, ik heb mijn ammonie mogen afwerken. En dan moet ik niet 5%, en ik heb nog geen schiet, dan moet ik niet 10%.
Want bank nou, want je moet niet, want je hebt niks meer, je bent naakt. Begrijpt u wat ik bedoel, meneer Ganesh? Dus om die sector op te knikken, moet ook kapitaal hebben. Goedkope kapitaal. We moeten de boeren stimuleren om... Ik niet minder dat, de boer, de reisplanten zijn kwijt, dan maar kwijt. Je gaat niet, je gaat geen partij van dat. Dan maak je samen niet, dan moet je zeggen dat je het begrijpt u wat ik bedoel? Dus daar moeten we werken dat we moeten die mensen kunnen begeleiden. Even take one money in spending, ja. Nog bij mijn waggie. Nog bij mijn bronvies. Begin dit te onderhouden. Als je kies wat boek ook ziet, kort niet dat ik ga bij mijn waggie. Maar ja, je neemt dat geld hier voor zwet, maar je laat je product achter. Dat je dat 1 miljoen verliest. Nee, zo gaat het niet. Boeren hebben ook een mentaliteit, dit mentaliteit wat we moeten veranderen. Ik was ook een boer. Mijn plant 400, 500 hectare, nu plant ik maar 7 hectare. Waarom? Omdat ik zie geen leven erin meer. Als ik 1 miljoen investeer, moet ik nog 500.000 verdienen. Maar als ik 1 miljoen investeer, dan verdien ik niet eens 50.000. En ik denk, dat heeft toch geen zin. Terwijl die opkopers en die mensen die landbouwstoffen verkopen, toch, wordt er rijker. Maar heeft u gemerkt dat deze minister of deze regering toch wel wat heeft kunnen betekenen voor die rijstsector? Kijk, die minister is een heel goede, ik moet niet liegen, hij is een heel goede minister. Maar die informaties wat hij krijgt en die platform, dus het zit bij de minister wat voor gegevens hij krijgt van de buitenaf. Je kan niet elke keer minister gaan vervangen toch? Een minister, een boeminister, ja, maar hij heeft kennis. Maar die informaties wat hij krijgt, moet hij kunnen verwerken. Dat, meneer Ganesh is goed bezig, meneer Lowtan is goed, of hij is goed bezig. Ik heb gevochten over die kunstmest. Nee, eerst had ik gevochten om zijzat te brengen uit Guyana. De minister heeft oké, mijn akkoord gegeven, ik wil 50 ton brengen. Maar ik kon niet brengen, wie ik een ziekte ben ik uitgevallen, dan stop als dat niet. Heb ik de minister gezegd, ik heb mensen daar in Guyana. Punt tot punt, niet tegen meneer minister, ik heb mensen in Guyana dat ik die kunst met goedkoper ga brengen in Suriname. Dus ik, ja, maar dit moeten we hebben. Want de man, want die rekening. Niet dat Nofa fonds is er, geef me desnoods $500.000. Ik heb die mama niet, jouw paar money, maar ook begrijpen waar ik zou komen. Toch? Want die mensen gaan me niet gratis schrijven, toch? Je paard, man. Dus oké, één dag jij aan bieden, de man met een rapport, oké, jij hebt ze niet meer. Maar ik weet niet hoe dat geregeld is, tot nu toe geen moe. En nu brengen wij kunstmest uit Guyana, beetjes bij beetjes. Weet je hoeveel we verkopen die kunstmest? 1350, 1450. En die mensen willen 1750, die uitbuiters. Het kan nog goedkoper, meneer Ganesh. Als we 1500 ton brengen in een boot, gaat het ons $4 tot $5 goedkoper zijn. Trek af nou. Ik heb 100 keer aan de minister uitgelegd, minister, enough, give me money. Give me equipment, me aba equipment, me aba asani, me kan go, me kan... Maar we brengen toch? Nu brengen we toch? Je ziet die verschil toch? Nu ziet hij die verschil. Chemicaliën komt uit Guyana, de maaibeslaging, de maaimekdemappa. Maar we hebben niet, meneer Ganesh. Geef die mensen die true, laat ze brengen in Suriname. Laat ze hun product onderhouden, non nekdemabutu. Ik kies dan maar dat, kom, pijbelasting, goeie. Ja. Maar je zegt, maar product, ja, dan mag ik wel investeren. Hoe gaat die sector? We hebben geen chemicaliën gecertificeerd. We willen niet tegen minister Gbaar. Guyana heeft gecertificeerd, chemicaliën. Kijk die productie, dan mag ik dat met Guyana. Maar ik ben meer in Guyana. Guyana is onze businessland nu geworden. Vandaar komen onderdelen. Vandaar komen... chemicaliën, vandaar komen nu kunstmest, vandaar komen nu zijzaak. Ja toch? We importeren voor China, of we importeren voor Guyana. Maar geef ons die makkelijkheid. Is dat niet toch? Dat je je kan zeggen, maar dat je bij een fee. Na douane je gooit, je pijn op je money. Is dat niet toch? Kijk die heffing op die kunstmest. De mannen, want als we die heffing krijgen, die 10% of 12%. Ja, kunstmest is ook mooi. Maar dus deze dingen moeten we krijgen van de regering, van de minister. Kijk, we kunnen niet naar de president.
Want de president heeft zijn armen. Hij gaat misschien naar de minister toe. Iemand zegt met hij. Dus zo is het.